Ja, de club wou graag door. Ik wou als mens ook graag door. Ik had als mens wel nog zeker 10 jaar bij Urk kunnen en willen blijven. Maar dat gevoel had ik in Hardenberg destijds ook. Dus dat is een teken dat ik goede keuzes in mijn laatste clubs heb gemaakt. Maar als sportman had ik het idee dat ik verder moest. En 3 redenen. 1, vind ik dat je jezelf ook moet doorselecteren. Ik heb de selectie redelijk gerenoveerd in 3 jaar tijd. Maar je moet ook naar je eigen houdbaarheid kijken. En om het niveau te halen wat we met Urk nu met z'n allen hebben bewerkstelligd. Ja, daar hebben we heel veel strijd voor moeten leveren. In de positieve zin van het woord. Maar het kost wel veel energie om die vereniging op dat mentale niveau van de derde, tweede divisie te krijgen. Wat is er nou voor nodig om zo goed te voetballen? Anderzijds hebben we een hele mooie periode gehad qua resultaten. Ja, en die wil je ook dan positief beëindigen. Nou, dat is met name gisteravond was natuurlijk wel een hele mooie kroon op de periode tot nu toe. Want die is nog niet afgelopen. Ja, en het laatste is dat ik gewoon ook wel weer gewoon toe ben aan een, gewoon een nieuwe sportieve omgeving waarin je dat allemaal weer moet bewijzen. Denk je als je langer zou aanblijven, dat dan de chemie, de samenwerking met de spelersgroep minder zou worden? Ja, dat weet je nooit. Op dit moment is hij gewoon goed. Dat kan iedereen zien. Zelfs in de nederlagen. Jij bent er ook een paar keer zelf geweest. Voetbal is gewoon echt voortreffelijk dit seizoen. Beste voetbal onder mijn leiding. Beter dan in het kampioensjaar vorig jaar. Dus dat is allemaal top. Alleen, weet je, een trainer maakt keuzes. Dus die stelt spelers op. Er zitten dus ook veel spelers wissel. Die hebben ook weer recht op een nieuwe blik van iemand die er niet subjectief in zit, maar die weer nieuw naar de gasten gaat kijken. Anderzijds, ik vraag heel veel van ze. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze dan op een gegeven moment denken van ja, nou geloven we het wel. Maar overal wil ik gewoon het moment voor zijn dat we in een teleurstellende cyclus terechtkomen. En dan, dan kies je op dit moment om afscheid te nemen. Maar je praat eigenlijk over volgend jaar november. Hè. Ben je dan nog trainer en hoe is dan de chemie? Ja, en dat is altijd een beetje koffiedik kijken. Maar ik had gewoon het gevoel dat dit het goede moment was. 1. En 2, ja, dan moet je het op tijd bekendmaken. Want ik vind dat de vereniging ook een compliment verdient in de zin van, hè, wij zijn echt vanuit de visie gaan samenwerken. En dat betekent dus ook dat ze nu alweer met hun visie verder moeten van, nou, wie gaat dan Gert-Jan opvolgen? En dan kun je zeggen, ik had nog 4 maanden moeten wachten. Maar ja, daarmee doe je dan de vereniging vooral tekort. Ja, waar denk je nu zelf aan? Welke kant gaat het op met jou? Je hebt natuurlijk een goed resultaat neergezet nu al met Urk. Zijn er al clubs waar je contact mee hebt? Of heb je zelf ideeën? Ja, nou ja, iedereen weet dat ik graag nog een keer bij een topclub in het amateurvoetbal wil werken. En dan heb je het over de usual suspects. Maar of die dan ook echt komen, dat moet je altijd afwachten. Op dit moment heb ik nog met niemand gesproken. Dat is ook gewoon echt zo. Ik zei net al in het voorgesprekje van de buitenwereld is er al heel druk mee. Ik heb het nu bekendgemaakt. Ik heb nu 4 dagen vrij. En die 4 dagen vrij die gaan we eerst maar eens even benutten. In de zin van even tot rust komen en even een paar dagen naar het strand in mijn geval in Katwijk. Wel toevallig Katwijk. Maar daar zal iedereen wel weer conclusies aan verbinden. Maar dat is gewoon puur toeval. En ik moet zelfs een dag naar een dierentuin. Dus dat is gewoon even privé tijd. Maar dat wil ik graag. En daarbij een ander fenomeen zou kunnen zijn. Een keer assistent in profvoetbal. Dat zou ik ook mooi vinden. Iedereen weet dat ik geen hoofdtrainer wil worden. Maar ik zou wel als assistent bij een mooie club in de Luwte willen werken. Als die mogelijkheden zich voordoen. We gaan het wel zien. Op dit moment vind ik het vooral gênant hoeveel mooie reacties ik krijg. En dan moet ik zeggen dat het eigenlijk nog wel een beetje tegenvalt, het afscheid nemen. In de zin van, je bedenkt het en dan ga je het vertellen gisteravond. Nou, en dan, als je dan ziet vandaag wat je allemaal over je heen krijgt in positieve zin. Ja, dan voelt bijna een beetje als bezwaard van dat je weggaat. Maar ja, aan de andere kant is misschien juist ook wel het grootste compliment wat je dan krijgt. Je hebt zelf altijd gezegd van Urk, dat staat op de bucketlist. Nou, die kun je nu afvinken. Als je terugkijkt tot nu toe dan, hè, want je hebt nog een half seizoen te gaan. Is het dan uitgekomen wat je van tevoren gedacht had?
Ja, de verklaring van Urk die heb ik niet opgesteld. Maar ja, je hebt zelf gezien wat er allemaal in stond. Alle doelstellingen die we hadden, die hebben we bereikt. En meer dan. En nou ja, lang verhaal kort. Ja, dit is eigenlijk overweldigend wat we met z'n allen gepresteerd hebben. En ik stond gisteren even met bestuurslid Gert-Jan Nagel na afloop even te genieten van, met een flesje bier van goh, hè, de tweede ronde beker hebben we ook nog maar weer even. En toen kwamen we toch wel tot de conclusie dat we misschien ook wel een beetje het geluk aan onze kont hebben hangen in de samenwerking. Ja, maar ja, het begint wel met hard werken, het begint met visie. En ik heb ook gezegd van ik neem wel afscheid van Urk als trainer, maar natuurlijk niet als mens en als supporter. Maar ja, het is heel simpel. Een trainer is een passant. En ik had ooit bij HSC Hardenberg Henk Wind als teammanager van het tweede elftal. En toen was ik bij het tweede elftal trainer. En toen ging ik naar het eerste. En toen zei hij, dat is jammer Gert-Jan, want nu heb je je doodvonnis bij HSC getekend. Want een hoofdtrainer is een passant. Dus nu kun je niet langer blijven. En nu komt er een keer een einde. Nou ja, dat vond ik wel mooi gezegd van hem. Want hij bedoelde eigenlijk van ja, dat betekent dat je niet langer kunt blijven omdat er een keer bij dat eerste een eind aan zit. En dat zit helaas bij Urk ook. Maar dat is puur sportief. Als mensen en als supporter ja, blijf ik Urk wel een warm hart toedragen. En blijf ik daar terugkomen. Want ja, ik heb het al vaker gezegd. Maar de vooroordelen van de buitenwereld. Als je in het echt op Urk komt, dan ben je gauw genezen. Je bent blij dat je deze beslissing kenbaar hebt gemaakt. En je hebt er vrede mee. Nou, ik ben opgelucht. Ik moet zeggen, als ik dan vandaag alle reacties lees, ben ik nog niet echt blij. Eerder dat ik denk, van nou heb ik het wel goed gedaan. Maar wat ik zeg, dat had ik toen bij HSC ook. En op het moment dat je aankondigt dat je weggaat en mensen vinden het jammer en die uiten dat ook. Ja, dan is dat eigenlijk alleen maar een compliment. En het betekent ook niet dat we rustig aan gaan doen. Het betekent eerder dat we nog harder gaan werken en gas gaan geven. Want nou ja, die beker, dat vond iedereen prachtig. En dat was gisteren ook een schitterende wedstrijd met veel publiek en een mooie ambiance en een mooie overwinning. Maar wat ik voor de wedstrijd al zei, ik was eigenlijk meer opgelucht met de 3 punten van afgelopen zaterdag. Want Urk moet heel hard werken om ons te handhaven. Dat is de doelstelling van dit seizoen, handhaving derde divisie. En we staan hartstikke goed, we staan hartstikke mooi, we spelen hartstikke goed, maar we hebben niks. Ja, misschien al een hele mooie tegenstander in de beker. Dat zou natuurlijk geweldig zijn als je ja, Feyenoord, PSV of Ajax, AZ zou kunnen treffen. Ja, Ajax liever niet, want ik ben Ajax supporter en ik wil niet tegen mijn eigen club spelen. Maar ja, dat zou mooi zijn. En ik weet niet hoe het financieel zit, of dan uit of thuis gunstiger is. Maar thuis denk ik. Ja, dat is financieel misschien deze ronde nog wel. Maar er zijn ook voorbeelden van bijvoorbeeld Spakenburg uit bij Ajax voor een volle arena. Dat moet je bij de laatste 16 zitten. Ja, daarom. Dus dan moeten we nog een rondje overleven. Nou, dan moeten we misschien thuis een amateurclub doen. En dan die grote klapper. Nee, maar ik vind dat, als je het nou kijkt, Urk doet het met eigen jongens. En echt met eigen jongens. Uniek in Nederland, denk ik. Dus als er nou, als ik een klein beetje chauvinistisch ben, als er nou één club het verdient om eens een keer echt weer een mooie loting te krijgen, dan zijn wij dat, denk ik. En, nou ja, weet je, Lucas Graal is in de vorm van zijn leven. En die zei PSV, laten we dat dan maar doen.